Het was nog donker toen in de vroege morgen van de 22e december 1946 Frits van Echters ontwaakte. En het grijpt me en wurgt me. Voordat ik ook maar één schreeuw heb kunnen geven, dan merkt niemand het. Moeder, het geeft niet, maar het is geen wijn. Wat zeg je nou bij jezelf als je me ziet? Dit dwingt mijn jonge mensen kinderen nog te lezen. Dat verzin ik niet, dat is werkelijkheid. Ik ben een Indiaan! Ik ben een Indiaan! Een Indiaan? Ja! Het is gewoon sap! Gelukkig nieuwjaar! Dit zijn de avonden. Het is gezien, mompelde hij. Het is niet onopgemerkt gebleven.